Dit filmpje gaat over de ontstaan geschiedenis van de mens en specifiek over Lucie. Ik vind dat je in de wetenschap altijd dingen van verschillende kanten moet bekijken. Daarin ben ik het helemaal eens met Charles Darwin. Hij schreef in zijn boek The Origin of Species: een eerlijk resultaat kan alleen verkregen worden door het onderzoeken van de feiten en argumenten aan beide kanten van een vraagstuk. In deze video gaan we kijken naar het vraagstuk: wie waren de eerste mensen? Laten we eens kijken wat op de HAVO en VWO geleerd wordt aan de studenten over dit onderwerp. Er wordt uitgelegd dat er scheppingsverhalen zijn die bij geloof horen, maar dat er ook wetenschappelijk bewijs is dat de archeologen gevonden hebben over het begin van ons menselijk ontstaan, miljoenen jaren geleden. Beide zijden van dit vraagstuk worden hier dus weergegeven, zoals Darwin al voorstelde. Er wordt in dit geschiedenisboek uitgelegd wat de evolutietheorie van Darwin is, en het geeft één bewijs voor deze theorie: een fossiele vondst gedaan in 1974 in Ethiopië. In het hele boek worden geen andere bewijzen voor evolutie gegeven, dus het moet wel het allerbelangrijkste bewijs zijn voor de evolutietheorie. Laten we eens gaan kijken wat ze hiermee bedoelden. Darwin zegt in zijn boek dat de fossielen de tussenvormen aangeven tussen bijvoorbeeld onze menselijke voorouders en ons. Er moeten er ontelbaar veel zijn om van de ene naar de andere levensvorm te gaan. Dit noemen we de missende link of de missende schakel. In 1973 ging Donald Johanson naar een woestijn in Ethiopië om op zoek te gaan naar die missende link voor de evolutietheorie. Na lang zoeken vond hij een fossiel van een knie. Laten we eens gaan kijken wat hij zelf over deze knie vertelt in een documentaire van NOVA uit 1997. I was surveying late one afternoon when we were out collecting some elephant teeth. And I looked down on the ground and found in a couple of pieces this knee joint. At first I thought it was just from a monkey, maybe a baboon, but it went together in a way that didn't look like any monkey. If it wasn't a monkey's knee, what was it? It looked vaguely human, but how could that be? I needed an expert opinion. Owen Lovejoy is an anatomist, part-time forensic scientist, and an expert on animal locomotion. If anyone could tell me what sort of creature that knee belonged to, he could. When Don brought the Hadar knee back from Ethiopia, he brought it over to my house and laid it out on the living room carpet. And I knew instantly that was a human knee. Wat zeggen Donald en Owen hier? Ze hebben een normale menselijke knie gevonden. Maar hoe oud is deze knie dan? This mysterious fossil really perplexed us. What was a modern-looking human knee doing among fossils that were millions of years old? The knee was over 3 million years old, one of the oldest human fossils ever found. Maar wacht eens even. De oudste mens is volgens de evolutietheorie maar een paar honderdduizend jaar oud. Hoe kan Johanson nu een normale menselijke knie vinden die meer dan 3 miljoen jaar oud is? Er zijn maar een paar logische opties. De knie is echt 3,2 miljoen jaar oud en maakt het de oudste menselijke resten ooit. En deze knie is in 3,2 miljoen jaar niet geëvalueerd. Een andere optie is dat de dateringsmethoden niet betrouwbaar zijn en de knie is dus niet zo oud. Of er is nog een andere optie. Laten we eens kijken wat Johanson en Lovejoy een jaar later deden. Met nieuwe financiële middelen ging Johanson weer terug naar Ethiopië om te zoeken naar nog meer bewijs. En 2 weken voordat zijn geld op was, vond hij Lucie. Dit is Lucie, 40% skelet van een aapachtig dier, waarvan de meeste delen stuk waren. Maar Johanson was ervan overtuigd dat dit onze voorouder was die rechtop was gaan lopen. De knie die hij een jaar eerder had gevonden lag op ongeveer 2 tot 3 kilometer verderop, 70 meter dieper in de aardlagen. Die kon dus onmogelijk van Lucie zijn. Maar National Geographic noemt de knie in het novembernummer van 1985 tot 5 keer toe de knie van Lucie. Lucie was ongeveer 40% compleet, maar had geen complete knie. Dus liep Lucie nu rechtop of niet? Is dit de missende link? Gelukkig
is er wel een heup gevonden. Die zou kunnen laten zien of Lucy rechtop liep. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilization. After Lucy died, some of her bones lying in the mud must have been crushed or broken, perhaps by animals browsing at the lakeshore. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bone seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Anatomically, at least, Lucy could stand like a human. Heb je goed gezien wat hier gebeurde? De botten passen zo goed in elkaar dat het eigenlijk niet kon. En ze leken heel erg op die van een chimpansee. Dat kan natuurlijk niet, want we hebben een menselijke knie gevonden en die past niet onder het bekken van een chimpansee. Dus gaan we met een dremel het bekken weer net zo maken zoals het was voor Lucy stierf. Er is geen enkele mogelijkheid dat Lovejoy wist hoe het bekken eruit zag voordat Lucy stierf. Hij had al de aanname gemaakt dat Lucy rechtop liep door de knie die een jaar eerder gevonden was. Gelukkig lijkt het resultaat niet meer op die van een chimpansee, maar veel meer op die van een mens. En zo zorgt evolutie voor de missende link tussen een aapachtig dier en ons, met een dremel. Nog even terug naar het geschiedenisboek van de HVVWO. Er staat, er is tegenwoordig meer kennis over de oorsprong van de mens dan in de tijd van Darwin. Ja, dat hebben we net kunnen zien. Maar een aantal dingen is nog steeds onbekend of onzeker. Maar dat geeft helemaal niks, want die kun je namelijk oplossen met een dremel. Sommige mensen willen de evolutietheorie niet aannemen. Hoe zou dat nou kunnen? Waarom wordt er geen echt bewijs in de geschiedenisboeken gezet? Of is er na 150 jaar sinds dat Darwin de theorie bedacht nog steeds geen overtuigende missende link gevonden? Misschien is het toch goed om een keer te kijken naar het Bijbelse scheppingsverhaal.